All hope was gone. Hard to be strong. Hard to hang on. Oceans so deep. Uphill so steep. But still he believed. When the mountains seemed impossible to climb, until he stood on the front line. Ik heb meneer Ormskerk gekend. Ja. In het leger. Oh, oké. Heel interessant. Meneer Ormskerk was de schrik van het leger. En hoe kwam dat tot uiting? Met alles. Hoe deed hij dat? Hij was gewoon de schrik. Als Ormskerk ergens kwam... Het is niet goed te zeggen hoor. Neem me niet kwalijk. Nee, zeg... Ormskerk vergeleken met hoe Adolf Hitler was, weet je? De verschijning. Serieus? Nou, dat vind ik niet echt iets om over te lachen, hoor. Zo voel ik het ook weer niet dat hij dat soort dingen gedaan heeft. Maar als hij ergens kwam in een ruimte, hij was stil. Als hij piket had, alle militairen waren dan bang, s'avonds. Want Ormskerk heeft piket. Ormskerk was gewoon de schrik van het hele leger. Iedereen was bang voor hem. Gewoon zijn verschijning, zijn gezicht, zijn trekken, zijn praten, zijn doen en laten. Alles was... militaristisch. Ik hield van hem, want ik was ook een militair, weet je. Dus op militaire basis hield ik van hem. Maar hij was, als ik zeg streng, hij was drie-dimensionaal strenger. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar hij was echt... Het was een man waar ik geen geintjes mee kon maken. Ja, zo was hij, hoor. Ik kan elk militair vragen die onder hem gediend heb. Maar hij sloeg je, hè? Hij sloeg je gewoon. Als je iets niet goed deed. Hij sloeg je gewoon op je gezicht, achter je hoofd. Hij schopte je... Maar Ormskerk was een goede militair. Ik ga niet negatief over hem praten. Ja, maar u hoort ergens dat hij dood is. Ja. Wat denkt u dan? Kan ik me voorstellen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat mensen hem dood wilden hebben? Ja. Is niet iemand die zou zeggen van een... Is iemand die zou zeggen van over my dead body. Ja. Dus dat heeft hem waarschijnlijk ook wel zijn leven gekost. Dat denk ik ook. Hij gaat niks loslaten... Hij gaat altijd willen zeggen van, if you want take me, dan you keer me. Dit soort zangatjes. Dat soort dingen, denk ik. Zo was hij. Hij was echt een bikkel. Hij was drie... Hey, maar in het kwadraat, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Niemand tipte aan het Ormskerk. Ik kan elke militair vragen voor 78 in Suriname. Niemand tipte aan. Niemand maakte geintjes. Als je wacht had, je hoorde Ormskerk had piket. Iedereen was tip.